Hey, kijkers van Ik Ben Je Game. Welkom bij een nieuwe episode van Minecraft Survival. En vandaag wil ik even beginnen met onze fortune pickaxe maken. Met het enchanted boek wat we in de vorige episode hebben gekregen. Ik ga deze efficiency 4 unbreaking pickaxe daarvoor gebruiken. Dus dan hebben we efficiency 4 unbreaking 3 fortune 2. Dat is denk ik een heel goede fortune pickaxe om te hebben. Dus die hebben we nu. En ik wil dus met fortune wil ik wat nether quartz gaan halen. Er is een pigment door de portal gekomen. Wil ik dus wat nether quartz gaan halen, want dan kunnen we ook meer krijgen van één nether quartz doordat fortune enchantment. En daarna wil ik iets gaan bouwen, of tenminste beginnen met iets gaan bouwen met fortune. En met fortune, met de quartz blocks, want die zien er heel cool uit. Oké, maar eerst wil ik even wat gesilktouchte ores. Wil ik even gaan minen met fortune. Dus laten we beginnen met de diamonds. Dat is natuurlijk waar we ons het meest op verheugen. Ja, het is natuurlijk fortune 2, maar ik denk dat het goed genoeg is voor nu. nog een keer kijken of dit wel de goede is, anders heb je opeens de verkeerde. Ik denk dat het iets van 50 gaat worden, iets van 50 diamonds. Oh, ik krijg natuurlijk ook veel XP ervan. Ah, oh, het voelt zo goed om eindelijk al die silk darts de oors te krijgen. Ah, 36. Dat is niet eens zo heel veel. Maar ik kom waarschijnlijk omdat het maar fortune 2 is. Ik wil ook deze twee emeralds. Oké, 3. En ook wat redstone en coal. Niet alles, maar gewoon wat. Want we hebben best weinig coal die niet in silk touch vorm is. In de chest en best weinig redstone. Dus gewoon om dat weer een beetje te hebben. Oké. Dus ja, het gaat in ieder geval wel helpen. Alleen het is jammer dat het geen fortune 3 is, maar ja, goed genoeg voor nu. Oké, ik ben nu dus in de nether voor de nether quartz. Ik ga denk ik in die richting exploren, want ik geloof dat ik daar nog niet heel veel heb geëxploord. Dus dan ga ik gewoon wat minen met fortune, wat nether quartz. En ik ga het gewoon dus even off camera doen. En als er natuurlijk iets interessants gebeurt, laat ik het aan jullie zien. Wow, dat is best cool. Maar ik blijf denk ik gewoon even hier. Hier ben ik zeker nog niet geweest. Ik herken dit echt niet. Oké, dus ik ga wat naar de quartz minen. Oké, mensen, ik heb een paar stacks nether quartz. En zoals jullie kunnen zien is mijn speed potion nog niet afgelopen. Dus dat betekent dat ik al deze nether quartz in minder dan 8 minuten heb gekregen. Dus ja, het is echt helemaal niet zeldzaam. Zeker met fortune krijg je heel veel. Ik wil nu teruggaan naar huis om er wat mee te gaan bouwen. En ja, ik had nog wel verder kunnen gaan, maar ik ben nu level 30. En ik wil niet over level 30 gaan. Want ja, dat vind ik een beetje verspilling van XP. Misschien kunnen we nu hiermee een Diamond Pickaxe enchanten. Als ze toch 30 levels hebben. Want nu gebruik ik alleen maar efficiency 3 of 4 pickaxes. En ik zou liever ook wat Unbreaking erbij willen hebben. Dus ik ga nu naar huis. Dan enchanten we Diamond Pickaxe. En dan gaan we bouwen. Oh, die terugreis was nog moeilijker dan gedacht. Dat duurde zeker wel meer dan 8 minuten. Was misschien 12 minuten of zo. Zonder deze verder van die boots was ik ook zeker dood geweest. Want ik ben vaak van hoge dingen afgesprongen. Ja, het was echt onmogelijk. Soms was er gewoon een heel grote netherberg in de weg. En ik wou er niet de hele tijd doorheen graven. Maar dan was er wel een lava lake in de weg. Ik moest altijd een omweg nemen. Oh ja, laten we een pickaxe enchanten.
Zo. Ik heb geen idee waarom ik dat deed. Ik hoop... Oh, als ik nu Fortune 3 krijg... Dan ben ik aan de ene kant blij, maar aan de andere kant vind ik het echt vervelend. Omdat ik nu net Fortune 2 heb. Dus ik hoop op Efficiency 4 Unbreaking 3. Ja, dat wil ik. Fortune 3, zei ik het niet. Oh. Waarom krijg ik nu een Fortune Pickaxe? Terwijl ik net Fortune... Nou oké, Fortune 3 is natuurlijk beter dan Fortune 2. Ik zou een... Efficiency 4... Pickaxe kunnen nemen en die daarbij doen. Maar dat is nu een beetje verspilling van de diamonds, vind ik. Omdat ze nog helemaal vol zijn met... ja, hun durability is nog helemaal vol. Ja, maar dat is echt... Dat is echt jammer dat we nu opeens Fortune 3 krijgen als ze net die hebben gekregen. Maar laten we daar niet verder over zeuren. Laten we onze Nether Quartz blocks maken. Wacht, ik moet even iets checken. Ja, je moet wel eerst blocks maken voordat je slabs kan maken en stairs. Ja, dus een stack en een beetje. Oh, wacht. Whoops. Zo. Een stack en 20. En dan heb ik er nog eentje over. Dus ja, dat is niet zo heel veel. Je hebt gewoon echt heel veel Nether Quartz nodig om veel blocks te maken. Oké, ik heb jullie eigenlijk nog helemaal niet verteld wat ik met die Nether Quartz ga bouwen. Ik wil eindelijk deze oude suggestie van Chico Franke uitvoeren. Trouwens, al deze suggesties zijn al van best lang geleden. En ik doe ze steeds niet. Dus dan moet ik echt een keer bezig gaan. Maar nu wil ik dus deze doen. Ik wil een uitkijktoren maken. En ik wil het bouwen uit onder andere dus Nether Quartz en ook Nether Brick. Want ja, daar heb ik nog niks mee gebouwd. Dat lijkt me wel leuk. Volgens mij ziet het er ook best goed uit als je het bij elkaar gebruikt. Ja, het ziet er best goed uit. Dus dat gaan we zeker doen. Oh, wacht. Ik heb hier nog een stack naar de quartz. Ja, dus dan hebben we nog iets meer. En dit is ook ongeveer al het netherbrick wat we hebben. Dus niet heel veel. Ik dacht er ook over om wat leaves te gebruiken. Oh, het is nacht. Ik wil nu sowieso altijd slapen als het nacht is. Want zoals je hoort, je hoorde net een zombie. Ik geloof dat er een cave onder mijn bed is. Oh nee, die is buiten. Het is natuurlijk helemaal niet goed als de villagers in aanraking komen met een zombie. Ah, daar is er nog één. Geen creepers. Oké. Ja, ik wil natuurlijk niet dat er zombies komen bij de villager breeder. Ja, ik wil dus leaves gebruiken. Wat voor leaves? Heb ik geen jungle leaves? Nee, ik heb geen jungle leaves. Oh, jawel. Oh, nee, dat zijn ook oak leaves. Nou, gebruik ik gewoon oak leaves. Ik neem ook een crafting table mee, zodat ik een beetje slabs kan craften en dat soort dingen. Dus, waar zal ik het bouwen? Oh, dat is echt stom nu ik erover nadenk. Nu heb ik net met Fortune 2 al die diamonds gemined. En dan krijg ik nu Fortune 3. Dat is echt flauw. Van Minecraft. Van de Minecraft random enchanting goden. Misschien kunnen we het hier wel bouwen. En dan kunnen we een mooie trap naar beneden bouwen. Ja, ik kan het niet te groot bouwen. Want ik heb niet zoveel nether quartz en nether brick. Nether brick kunnen we nu heel makkelijk krijgen door gewoon een heleboel netherrack te minen met efficiency. En dan in furnace te doen. Even kijken, zit een beetje het terrein een beetje te vormen. Ja, dat kunnen we later nog beter maken. Ik vergeet iets heel belangrijks.
iets wat in elk gebouw komt wat ik maak, zo ongeveer. Jack-o'-lanterns, natuurlijk, die kunnen we niet vergeten. Oh, ik heb alleen pumpkins. Zo. Ja, ik denk dat dat een goede plek is daar. Laten we eerst even kijken naar een vorm. Ik denk dat ik een beetje een ronde toren wil maken. Dus ik denk dat je dan zo... Ja, dat is goed. Dan komt hier de deur en dan maken we hier een soort van trap naar beneden. Dat komt waarschijnlijk in de volgende episode. Het moet wel symmetrisch zijn voor een groot deel in ieder geval. Dan heb ik liever dat hier ook nog gras is. Het ziet er wat beter uit, denk ik. Zo. Zoiets. Zo. 1, 2. Oeps. Zo, dus dit is denk ik gewoon de vorm waar ik voor ga. En ik denk dat we binnen een soort van spiraal trap maken. Maar die maken we dan van wooden slabs of zo. Oh, dat netherporten geluid is echt vervelend. Zet mijn geluid even lager. Ja, de vloer. Misschien kunnen we een mooie netherquartz vloer doen. Ook al wil ik eerst even wat slabs proberen. Oké, dit zijn dus ook slabs. Even kijken hoe die eruit zien. Ik denk dat ik liever birch slabs heb voor dit. Ik hoop dat ik... Ja, ik heb volgens mij best veel birchwood. Ja, daar zijn wat slabs. Ik pak ook meteen wat birchwood. Oké, birch slabs. Ik denk dat dat er wat beter uitziet. Ook naast het quartz. Oeps. Ja, ja, ik heb liever birch slabs dan ook slabs. Oké, ik heb al iets verder gebouwd. Hier heb je een trap naar boven. Ja, het wordt natuurlijk nog hoger. Ik wil denk ik arm en bars gebruiken voor ramen. Want het is ook een beetje een nether stijl. En ik denk dat arm en bars dan beter passen dan glass panes. Of gewoon glass. Dus ik denk dat ik even gewoon dit patroon een beetje hoger bouw. Zodat we een beter idee ervan krijgen. En dan laat ik het aan jullie zien. En dan heb ik ook de arm en bars toegevoegd. Oké, ik heb verder gebouwd. Ik ben misschien een beetje te veel verder gegaan met bouwen dan eigenlijk goed was. Om zo maar te zeggen. Ik heb misschien een beetje veel off-camera gedaan nu. Maar ik heb dus wat arm en bars steeds daar toegevoegd. En ook wat leaves. Want anders zag het er een beetje saai uit. Die birchwood muren. Dus ik denk dat het er beter uitziet met de leaves. Ja, ik denk dat ik een goed idee heb. Maar ik ga het eerst even testen. Dat kan weg. Misschien kan ik zo. Oeps. Zo wat netherrack stairs eromheen doen. Ja, dat gaat er denk ik ook wel goed uitzien. Dat ga ik nu even doen. Stairs gewoon helemaal eromheen. Ja, dat ziet er beter uit met die netherrack stairs. Alleen moet ik hier wel het terrein nog een beetje aanpassen. Want hier is het een beetje raar dat hier het land omhoog gaat. Ja, ik wil nog een iron door in doen. Dat past misschien beter dan een wooden door. Het is een beetje raar. Ik doe hier gewoon planks. En ik wil nog een button hebben. Waarschijnlijk doe ik ook nog daar een button. Gewoon zodat het een beetje... symmetrisch is. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier een nether quartz vloer. Nou, misschien moet ik dit ook nog van nether quartz maken eigenlijk. Zo. Oeps. Maar ja, dat is alweer alles voor deze episode. Ik denk dat ik in de volgende episode hier nog verder aan ga. Of misschien ga ik ook al even off camera hier aan verder. Dus ja, tot de volgende episode.